Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar Digitale Transformatie in de Zorg. Naast mij zit Peter Rijmakers van Zorgnet. Peter is van Zorgnet. Jullie zijn de sectorfederatie voor de zorginstellingen, als ik me niet vergis. Of voor de zorgsector in het algemeen. Ziekenhuizen, woonzorgcentra en voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. Voilà, helemaal prima. Ik denk dat jij eraan kan beginnen en ons meer kan vertellen over de digitale transformatie die niet alleen in de zorg, maar in vele sectoren bezig is. Hè. Dank u wel. Ook dank u wel voor de gelegenheid om toch eens een keer een publiek te bereiken dat we vanuit de gebruikers, want dat zijn wij eigenlijk, de institutionele gebruikers van technologie, moeilijk bereiken. Dus ik ga u vandaag meenemen in ons verhaal wat digitale transformatie betreft en zo wat aangeven wat voor ons de belangrijkste elementen daarin zijn en waar bedrijven of andere stakeholders best rekening mee houden. Om te beginnen heb ik een aantal drivers opgelijst voor digitalisering, namelijk wat drijft de voorzieningen, wat drijft de zorgorganisaties om voor digitalisering te kiezen. En in de eerste plaats zijn we nog altijd organisaties die zorg verstrekken. Dus dat is onze core business, ICT. Of technologie in het algemeen moet dat ondersteunen. Wij gaan nooit technologie voor de technologie of om te innoveren implementeren. Voor ons telt de patiënt en telt de organisatie. En dus kwaliteit en veiligheid hebben ook de laatste jaren in het algemeen veel meer aandacht gekregen. Getuigen ook een aantal initiatieven die dat er geweest zijn. De ziekenhuizen bijvoorbeeld, algemene ziekenhuizen, tegenwoordig allemaal internationaal geaccrediteerd. In de ouderenzorg begint men Prezo Woonzorg te implementeren. Dat is ook een kwaliteitssysteem. En in Vlaanderen mikt men ook op transparantie in heel dat kwaliteitsgebeuren via het Vlaams Indicatorenproject. Dus kwaliteit moet geleverd worden, maar ook, moet ook opgevolgd worden. En daar hebben we dus vele systemen en ICT voor nodig. Ja. Een tweede aspect, dat is de efficiëntie en de toegankelijkheid van de zorg op zich. En daar telt dan het feit of dat je die zorg als voorziening op een efficiënte manier kunt gaan geven. En op een efficiënte manier, daarmee bedoel ik vooral een kostefficiënte manier waarop dat we onze processen en onze systemen kunnen laten draaien. En ik heb u op de slide een uittreksel van de standaard in 2016 gezet, maar je kunt dat even goed in 2017 of dit jaar hebben gelezen. De financiële situaties van de ziekenhuizen is niet rooskleurig. En dus ook naar investeringen in technologie op systeemniveau gaat zich dat vertalen in investeringen die zich vooral gaan terugverdienen op het vlak van efficiëntie, op het vlak van procesbeheersing, op het vlak van monitoren van de systemen en ook op het vlak van integratie. En met integratie bedoel ik de verschillende systemen aan elkaar koppelen, zodanig dat je de zorg op een meer efficiënte en meer kwaliteitsvolle manier kunt verstrekken. Waarbij dat dan de kwaliteit ook gewaarborgd kan worden. Hè? Dus dat zijn allemaal uiteraard zaken die perfect aan elkaar vasthangen. De beide gaan hand in hand. Ja. Een trend van de laatste jaren en ook in een stroomversnelling gekomen sinds deze legislatuur, dat is dat we meer en meer verwacht worden van samen te werken. En die drive tot samenwerking is er ook veel meer. Dat wordt door de patiënt tegenwoordig ook verwacht. Dus het ziekenhuis is geen alleenstaande organisatie meer dat interageert met huisartsen, met voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en dergelijke meer, ook op technologisch vlak. En dus, ook met de woonzorgcentra? Dus en ook dat met de woonzorgcentra, ja. Wordt dus, meer en meer in de keten eigenlijk, ja. Ja, er is geen enkele schakel in de keten dat zich nog kan permitteren om achter te blijven op het vlak van informatisering, juist omdat die samenwerking zo intensief wordt gevoerd de laatste tijd en zeker nog zal geïntensiveerd worden in de toekomst. Ik ga enkele voorbeelden geven. Minister Van Deurzen heeft recentelijk de eerste lijnzones geïnstalleerd,
Wat de ziekenhuizen betreft gaan die binnen ziekenhuisnetwerken binnenkort gaan samenwerken. Dus dat is in de praktijk een viertal, vijftal ziekenhuizen voor een 400.000-tal patiënten. Die gaan zich verenigen, waardoor dat je maar een beperkt aantal netwerken van ziekenhuizen meer over zult houden in Vlaanderen en Wallonië. En dat zijn dus allemaal samenwerkingen die zullen moeten gefaciliteerd worden door en met technologie. Dus daar liggen voor de bedrijven toch wel veel kansen. Ja. Zeker omdat een groot stuk van die zorg heel data-intensief is. En dat is dan direct mijn volgende plaatje. De hoeveelheid informatie die onze voorzieningen vandaag te verwerken krijgen, ja, dat is gewoon een veelvoud van de informatie die er 10 jaar geleden in een voorziening voorhanden was. En ik heb op de slide 2 voorbeelden gegeven. Links ziet u een koepel van een anatoompatholoog. Dat kan ook een beeld zijn, of dat kan ook een video zijn in plaats van een beeld. Rechts ziet je een DNA-analyse. Dat soort van analyses, dat wordt allemaal veel fijnmaziger. Dat wordt allemaal opgeslagen in onze systemen, wordt allemaal meer en meer uitgevoerd. Dus de data-intensiteit op zich al van een voorziening is al sterk vergroot de laatste jaren. En we gaan die nog longitudinaal zeer lang moeten bijhouden, zeer lang moeten verwerken enzovoort. Dus dat schept voor ons toch bijzondere uitdagingen op vlak van het pure beheer van de informatie. Zo, dat waren de belangrijkste trends. Ik ga u nu door een aantal technologische trends loodsen en dan vooral vanuit het zorgperspectief. Hoe dan wij dat zien, dat we die technologieën kunnen aanwenden in onze, in onze dagdagelijkse praktijk. Want in feite worden wij als zorg gedreven door bijna elke sector waar technologie in gebruikt wordt. En dat is door de wet van Moore, die zegt dat je per vierkante centimeter elke 2 jaar het aantal transistoren op een chip ziet verdubbelen. Dus dat geeft aan dat je om de 2 jaar een zeer grote evolutie hebt qua mogelijkheden die ICT u biedt. En dat is ook in de zorg niet anders. Daar wil ik direct ook wel bij zeggen dat wij als de zorgsector niet echt bekend staan als de kampioenen van het introduceren van nieuwe technologie. Want het is een beetje zoals in de automobielsector. Het zal pas in een auto terechtkomen als de technologie zijn nut en zijn robuustheid bewezen heeft en als hij goedkoop genoeg is om te kunnen geïntroduceerd worden. Wij nemen bij onze patiënten veel minder risico's dan dat een particulier in zijn eigen omgeving met zijn eigen technologie kan nemen. En ik denk dat dat ook maar normaal is. Ja, inderdaad. Een eerste trend die dat wij zien, dat is big data. Ik zei het daarnet al, er is zeer veel informatie al beschikbaar. Het is voor ons al nu vandaag een uitdaging om uit al die informatie de juiste diagnose, de juiste middelen te putten. En dus dat zal zeker in de toekomst nog veel meer het geval zijn, waarbij dan wij ook als zorgsector veel meer kwalitatieve informatie zullen kunnen aanbieden. Vandaag hebben wij enkel en alleen maar, of voor het overgrote stuk, handgeschreven of pdf-documenten van artsen en dergelijke. Op termijn zullen dat gestructureerde documenten worden waar met één vingerknip een of ander concept kan worden uitgeïsoleerd. Dus dat geeft toch wel zeer veel mogelijkheden. Ja. En zelfs de overheid is bezig om dergelijke systemen te gaan introduceren. Ik ga u hier het hele plaatje niet uitleggen. Het is maar om u de boodschap te geven. Men is er ook op beleidsvlak mee bezig. Wat wij ook zien is dat het aantal cloud-systemen met rasse tred toeneemt. En dat is heel logisch, want naarmate de complexiteit van onze systemen toeneemt, vergroot de vraag om die systemen centraal te gaan beheren. Ja. En dus wat we nu zien, dat is dat er al heel veel elektronische patiëntendossiers in de ziekenhuizen bijvoorbeeld niet meer gehost worden in het ziekenhuis zelf, maar ergens op een centrale locatie te velden. En dus dat is een situatie die
altijd maar verder zal gaan. En we zien dan nu ook andere voorzieningen, zoals de woonzorgcentra, denken aan dergelijke systemen. Dat geeft dan weer bijkomende uitdagingen naar privacy en... Ja, zou ik ook kunnen zeggen, de privacy kan pas worden gewaarborgd als uw systeem op een degelijke manier wordt beheerd. En dat kan vaak veel beter in die centraal beheerde systemen, inderdaad. En dat laat het misschien ook beter toe om te gaan delen met elkaar als het ergens centraal staat. Ja, dat is een ander aspect. Een nadeel aan dit soort van systemen of dit soort van benaderingen, dat is dat de dagen waarbij dat een individuele voorziening zijn software kan indelen zoals die dat denkt te willen doen, dat die geteld zijn. Ik denk dat we veel meer naar uniformiteit gaan streven in ons systeem. Je ziet dat al vandaag al in de ziekenhuizen, maar je zult dat meer en meer in andere sectoren ook zien, dat het ene ziekenhuis of de ene voorziening heel sterk begint te lijken op de andere voorziening wat ICT-systemen betreft. Dus je gaat ook een zekere consolidatie naar inhoud en naar systemen zien op termijn. Maar daar zie ik ook wel een voordeel in. Hè? Mensen uiteraard, zijn veel sneller ingewerkt. Je kan in een opleiding zelfs al daar rekening mee houden van kijk, als zorg u interesseert, ziet het er zo uit of zelfs via online tools uiteraard, mensen gaan opleiden. De beheersbaarheid op alle vlakken neemt toe met dit soort van systemen. En dat is iets wat onze technologie niet heeft toegelaten tot een tiental jaar geleden, laat ons maar zeggen. Dus dat is nu nog erg in opmars. Ook zeer nieuw en zeer hot vandaag is artificiële intelligentie, waar we de dokter zullen vervangen door een computer, als je de kranten moet geloven binnenkort. Nu, zo'n vaart zal het wel niet direct lopen. Ik denk dat we de professionals nog heel lang in hun eer gaan kunnen houden. Maar het is wel zo dat er mondjesmaat wordt geëxperimenteerd met de technologie. En er zijn vandaag al real-life systemen waarbij dat in Amerika bijvoorbeeld, in de US, de patiënt door de huisarts door een radiologiebeeld wordt geholpen. En dat de computer beslist op basis van dat ene of op basis van die beelden of er wordt doorverwezen naar de specialist ter zake, ja of nee. Dus dat geeft een extra schakel in het traject en vergroot de toegankelijkheid voor patiënten die wel degelijk met een ernstige pathologie hebben te maken, omdat je juist de minder ernstige gevallen er kunt uitfilteren. Dus dat is een voorbeeld op zeer grote schaal al, maar toch al enig klinisch succes. Dus om het nu zomaar van tafel te vegen en te zeggen het gaat voor de lange termijn zijn, ik denk dat mensen zich dan ook vergissen. Ik denk dat, het is niet ter vervanging van, het is ter ondersteuning van. Ja, ik denk zeker, dat daar eigenlijk het grote verschil zit. Ja, ja. En daar moet, ik denk dat er daar meer over moet nagedacht worden, namelijk hoe gaan we de zorgprofessional ondersteunen? Ja, met dit soort technologieën. In plaats van hoe gaan we hem vervangen of hoe gaan we de zaak gewoon maar informatiseren. Een evolutie die zich ook altijd maar verder doorzet, dat is de verkleining van de systemen, zelfs de miniaturisering van de systemen. En u ziet hier op de slide een chip die niet zo ver van hier is ontwikkeld. Dat is bij IMEC, waar dat, er een aantal diagnoses worden gesteld op basis van een simpele prik in de huiskamer van de patiënt. Of maak daarvan het kabinet van de huisarts. Dat brengt een heel aantal testen en een heel aantal diagnoses veel dichter bij de thuisomgeving van de patiënt. En dus dat gaat ook een sterke impact hebben op ons systeem. Het aantal gegevens en de soort van gegevens die patiënten over zichzelf zelf kunnen verzamelen, zal in de loop der tijden ongelooflijk toenemen. En we zullen die gegevens dan ook moeten kunnen ontvangen in onze voorzieningen en dan ook ten goede kunnen gebruiken. Ja.
Ik krijg een vraag binnen van David. U sprak over de hulp van computers in verband met ernstige pathologieën. Ik vermoed dat die verwijst naar het US-voorbeeld. Zijn vraag is dan ook, hoe kunnen we zeker zijn over de betrouwbaarheid van die gegevens? Als we nog niet 100% vertrouwd zijn met de technologie, is er dan geen risico? Ja, er is zeker een risico. En dat soort van systemen wordt ook klinisch bekeken. Wat nu de voordelen en wat nu de nadelen zijn. Het kan ook een groot risico zijn om patiënten met een ernstige pathologie veel later te behandelen. Dus men neemt als perspectief niet de situatie van een individuele patiënt, maar de populatiesituatie. En dus op vlak van populatie het voordeel groter is met het systeem dan zonder het systeem. Dan heeft het systeem zin en nut. Dus eigenlijk statistisch gaan ze kijken naar de relevantie, maar ik vermoed dat ze ook een tijd gaan dubbellopen om de validatie van het systeem te krijgen. Hè? Uiteraard, ja, dus er wordt getest met een... Dus de klassieke manier? Dat is een klinische proef, zogezegd. De klassieke manier versus de nieuwe manier. Ja. En dus op die manier worden ook meer mensen sneller geholpen. Mm-hmm. En dus overal op vlak van gezondheidszorg scoort je beter. Ja. Ja. Goed. Ik denk dat David zijn vraag hiermee beantwoord is. Dan de Internet of Things. Dat is ook zoiets dat vandaag vaak de ronde doet. En daar zijn we vooral naar aan te kijken hoe dan we dat kunnen gebruiken om de processen in onze ziekenhuizen beter te doen draaien. Kunnen wij ons materiaal, ons medisch materiaal, lokaliseren? Hoe bewegen onze gebruiksvoorwerpen en dergelijke? Als we dat kunnen volgen via internet, dan is dat qua beheersbaarheid van onze instellingen toch weer een voordeel. Ja, en dan kan je logistieke flows ook gaan afstemmen, voorraadbeheer beter gaan inderdaad. Doen. Ja, inderdaad. Ja. Nog zo'n voorbeeld waar de consument vandaag al heel veel keuze heeft, maar waar er in de ziekenhuizen nog mee moet begonnen worden in feite. En dan is er nog telegeneeskunde en monitoring. Dat is een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat het niet gaat om technologie as such. Maar om u toch een voorbeeld te geven van hoe dat technologie al decennia kan aanwezig zijn en toch nog zijn weg niet heeft gevonden naar het gezondheidssysteem. En dus waar dat in Nederland al 4-5 jaar de mogelijkheid bestaat om met uw huisarts te communiceren via het internet, is dat in België nog altijd niet geregeld. Dus de technologie kan voorhanden zijn, alles kan geregeld zijn, behalve het wetgevende of de terugbetaling, en dan gebeurt er niks na dat niente. Ja. Dus het regulerend aspect in de markt is bij ons toch ook wel zeer belangrijk. Ja. Dan, volgende speler in het geheel. Het is wel een schoon bruggetje naar de overheid eigenlijk. Ja, een mooi bruggetje naar de overheid. Maar het is toch niet allemaal kommer en kwel wat onze overheid betreft. Want juist op vlak van gezondheidszorg denk ik dat we over systemen beschikken die internationaal echt mogen gezien worden. Dat meen ik echt. En ik heb toch al wel wat, gezien, links en rechts. En dat komt in feite doordat de overheid enerzijds geïnvesteerd heeft, maar ook geïnvesteerd heeft in overleg met de sector. En als u actief bent in de sector, dan kent u dit wellicht. Maar als u niet actief bent en wenst actief te worden in de sector, dan raad ik u aan naar de website egezondheid.be eens te surfen. En daar gaat u zien welke milestones de overheid voor de sector en voor zichzelf zet in de komende jaren om tot gegevensuitwisseling bijvoorbeeld in de sector te komen. En dat is effectief ook het plan waar alle voorzieningen, alle stakeholders zich aan houden, of aan trachten te houden liever, want het is een ambitieus plan. Maar dat toch als leidraad kan gebruikt worden ook voor bedrijven. Wat is nu hetgene wat de overheid in de voorbije maanden, of jaren moet ik zeggen, op het systeemniveau heeft gedaan? De overheid heeft
zeer goed geïnvesteerd in basisdiensten. En die basisdiensten die worden vandaag aangeboden door het e-health-platform. En dat zijn basisdiensten bijvoorbeeld zoals het versleutelen van informatie, het timestampen van informatie. Dat kan zijn een beveiligde mailbox. En dus nu recentelijk kan ook de patiënt via een paar van die basisdiensten zicht krijgen op zijn eigen gezondheidsgegevens. Maar wij in de gezondheidsvoorzieningen, wij gebruiken die systemen al lang. En toch op algemeen vlak naar ieders tevredenheid. Maar dus bedrijven die actief willen worden in de gezondheidszorg of die een technologie willen aanleveren voor de gezondheidszorg, kunnen ook op dat platform terecht. Ja, het is eigenlijk nog sterker. Ik denk, moest je bijvoorbeeld als bedrijf gebruik willen maken van een technologie om gegevens uit te wisselen, laat ons maar zeggen, om te timestampen. Ik denk dat we als voorzieningen eigenlijk geen oplossingen meer zouden mogen aanvaarden die basisdiensten niet gebruiken. Ja, ja. Want dit geeft aan waar de... dit is voor ons een standaard waar we van vertrekken. Dus als er sprake is van het introduceren van een beveiligde mailbox bijvoorbeeld, die beveiligde mailbox die is er, die... is door de overheid aangeboden, gefaciliteerd, is de basis voor heel veel systemen van gegevensuitwisseling. Dus als u een dergelijk systeem hebt of op een dergelijk systeem gaat inpluggen, wel, dan is dit de referentietechnologie. Ja. Ik heb ondertussen ook een vraag van Michael of Michael binnengekregen. Dus op vlak van e-health platformen in België. Blijkbaar hebben op dit moment niet alle zorgverleners de mogelijkheid om de meest recente informatie te hebben van een patiënt of van een voorschrift. Kan het platform, ik vermoed dat hij dan verwijst naar het e-health platform, die communicatie tussen de arts en de zorgleverancier verbeteren? Ja, daarvoor is het opgezet. En het is afhankelijk van welke zorgverstrekker u bent, dat u al min of meer bent aangehangen aan het systeem. Want bijvoorbeeld de huisartsen, bijvoorbeeld de ziekenhuizen hebben vandaag al een zicht op het medicatieschema van de patiënt, als tenminste de huisarts dat heeft opgeladen via zijn medisch dossier. Het elektronisch voorschrift zal op 1 juni zijn, dus verplicht vanaf 1 juni. En dan heeft de apotheker, de huisarts, het ziekenhuis zicht op alle voorschriften die van voor die patiënt zijn uitgeschreven. Bent u een welzijnswerker of werkt u bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum of werkt u als zelfstandig verpleegkundige, dan zal de toegang tot dat soort van systemen vaak moeilijker zijn, maar wordt ook stelselmatig uitgebreid. Ja. Juist omdat de patiënt meer en meer toegang gaat krijgen tot diezelfde gegevens, ja, is het maar logisch dat de zorgverstrekkers ook toegang hebben tot de meest gecentraliseerde gegevens van de patiënt. Ja. Ja. Maar het is wel interessant dat de apothekers ook mee zicht hebben. Hè. Ik heb recent een verhaal van iemand gehoord die dus medicatie neemt al jaar en dag, die voor een bepaald probleem bij de arts terechtkomt, bijkomende medicatie krijgt. Maar die arts is dan minder op de hoogte omwille van de omstandigheden, hè, van de andere medicatie. En de apotheker wijst daarop van ja, hier zit mogelijk een conflict. Ja. Kan contact opnemen met de behandelende arts om het te bespreken en zo krijgt de patiënt dan in dit geval de juiste medicatie toegediend. Ja, juist. Dus het voordeel is vandaag al dat de voorschrijvende arts het bestaande medicatieschema kan inkijken. Natuurlijk, die medicatieschema's moeten gevuld worden. Artsen moeten die zelf produceren. Maar wat er nog niet is geregeld, dat is van ja, waar neemt de arts nu eigenlijk de verantwoordelijkheid voor? Neemt hij de verantwoordelijkheid voor zijn eigen voorschrift of opnieuw voor het volledige medicatieschema? Er was geen conflict, maar de apotheek had het wel goed gemeld van mogelijk wel een conflict. Ja. Dus vermoedelijk had de arts zijn huiswerk gedaan, waren alle gegevens beschikbaar. Mm-hmm. Maar de apotheek had wel een alarmbel van hier moeten we voorzichtig zijn en er wordt extra afgestemd, vind ik wel mooi. Ja, het is opnieuw een pleidooi voor alle huisartsen, zeker voor GMD-ouders of apotheken, om dat medicatieschema goed bij te houden. Ja.
Dat voor de basisdiensten. U hebt misschien ook al gehoord van de HUBS. En dat is een systeem dat vooral gebruikt wordt door ziekenhuizen in België, maar waar ook de huisartsen op zijn aangesloten. En de HUBS zijn verwijzingsrepertoria die zeggen waar er in welk ziekenhuis van welke patiënt informatie te vinden is. En wenst men die informatie, dan wordt die opgehaald in die verschillende, ziekenhuizen. Maar de eigenaar van de informatie blijft de bron van die informatie, namelijk het ziekenhuis in kwestie. En daar zie je toch in dat plaatje dat de gezondheidszorg in Vlaanderen toch iets anders is dan de gezondheidszorg in Wallonië of in België. Dus stilaan wordt de gezondheidszorg ook op technisch vlak meer en meer geregionaliseerd. In Wallonië heeft men één centraal systeem, waar in Vlaanderen nog twee hubs rond Gent en rond Leuven bestaan. We komen van 4, 5 hubs, dus die situatie is ondertussen al verbeterd, maar het is toch nog iets anders qua benadering. Maar dat betekent ook dat foto's eigenlijk maar één keer genomen moeten worden. Stel dat je geopereerd moet worden, je wilt een second of een third opinion, dus je gaat eigenlijk, ja, de patiënt gaat shoppen tegenwoordig, hè, bij specialisten. Ja. Maar dus ergens wordt er centraal of in het eerste ziekenhuis wordt daar medische beeldvorming gedaan. Mm-hmm. Die kan dan overgedragen worden naar de andere partijen. Juist, ja. Dus ziekenhuis A en radioloog A zijn werk goed heeft gedaan, dan zijn die gegevens beschikbaar. Dan zijn die ook beschikbaar in ziekenhuis B voor radioloog B om die te raadplegen. Maar radioloog B kan nog altijd beslissen om een ander beeldje te nemen of iets anders te onderzoeken. Ja. Om beter via een andere techniek eigenlijk andere zaken in kaart te brengen. De patiënt heeft ook recht op die gegevens. Dus als ziekenhuis A of radioloog A zijn werk niet goed doet, kan de patiënt zelf zijn gegevens opvragen en naar ziekenhuis B brengen. Dat is ook een mogelijkheid, maar daar wens ik de patiënten niet toe. Worden die systemen nu gebruikt voor de HUBS? Volmondig ja. Dus het aantal documenten dat daarin staat is overweldigend tegenwoordig. Er wordt bijna systematisch upgeload naar de HUB. Wat dat achterblijft vandaag, dat zijn de kluizen. Dus naast het repertorium van de HUBS zijn er ook kluizen. En zo'n kluis, je moet je dat voorstellen als een centraal beheerde database waar huisartsen bijvoorbeeld hun gegevens in kopiëren. Dus waar dat in de HUBS de gegevens in de ziekenhuizen blijven zitten, worden die in de kluis gekopieerd in het geval van de eerste lijn bijvoorbeeld. En waarom is dat? Als een huisarts 's avonds zijn praktijk dicht doet, dan gaat ook de computer af en zijn de gegevens mogelijk niet meer beschikbaar. Mm-hmm. Dus vandaar dat men gezegd heeft van we gaan die gegevens kopiëren zodanig dat die 24 uur op 24 centraal ter beschikking zijn. En daarin worden bijvoorbeeld in die kluizen medicatieschema's ondergebracht, sumers, vaccinatiegegevens zitten er vandaag al zeer veel in en bevolkingsonderzoeken zitten daar ook in. Ja. Dan heb ik ook een aantal zorgverstrekkers op zich opgelost, opgelijst. En ik ga dan stelselmatig door hun specifieke situatie om toch maar aan te geven dat digitalisering in de gezondheidszorg toch ook iets is van verschillende snelheden. Mm. En het is niet omdat je de ene zorgverstrekker bent dat een andere zorgverstrekker of de ander type van zorgverstrekker even snel gaat. Maar de ziekenhuizen staan ongeveer allemaal op hetzelfde ook digitaal. Nee, zijn ook snelheden. Ja. En ik ga u direct uitleggen waarom dat er is. De eerste lijn, dat zijn de huisartsen, thuisverpleegkundigen en dergelijke, die zijn ook al sterk aan het digitaliseren tegenwoordig. Getuige, het Wit-Gele Kruis heeft een portaal ontwikkeld waar huisartsen, ziekenhuizen de stand van zaken van de patiënt kunnen opvragen. Rechtstreeks ingegeven door de thuisverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis. Dus dat is toch wel een krachtige tool. Wat de huisartsen betreft, heb ik het aantal huisartsen softwareprogramma's opgelijst die er vorig jaar, dacht ik,
die er vorig jaar zijn gehomologeerd. Want die moeten door zo'n proces gaan om op de markt te mogen komen. Moesten we hetzelfde plaatje 2 jaar geleden gemaakt hebben, dan zouden er 20 gestaan hebben. Dus de huisartsensoftware volgt wel een zekere tred, waardoor dat er een consolidatie optreedt, omdat niet iedereen alles meer kan of mag doen. Mm-hmm. Dus ook bij de huisartsen zie je meer en meer uniformiteit, meer en meer professionaliteit. En dan de woonzorgcentra. De woonzorgcentra zijn een beetje een rare vogel op systeemniveau, want die blazen warm en koud. Dus als je kijkt naar hun kernactiviteiten, namelijk het verstrekken van zorg, dan zijn ze bijna volledig gedigitaliseerd. Dus het verpleegkundig dossier, dat wordt voor 95% in feite digitaal bijgehouden in min of meerdere mate. Hè. Maar dus in 95% van de gevallen is dat deels gedigitaliseerd. En ook het personeelsbeheer, ook de interactie met de apotheek, dat zijn zorggebonden aspecten die zijn digitaal verankerd in het woonzorgcentrum. Waar liggen er vooral kansen? En dan heb ik het weer over die efficiëntie en toegankelijkheid van in het begin. Dat is bijvoorbeeld op kwaliteitsbeheer, dat is bijvoorbeeld op documentbeheer, dat is bijvoorbeeld op logistiek beheer. Daar zie je dat de percentages van digitalisering sterk achterblijven ten opzichte van datgene wat met zorg te maken heeft. Dus onze voorzieningen efficiënter doen draaien, naar de cloud brengen en dergelijke, komt ook hier weer naar voren uit deze gegevens als noodzakelijk en relevant. Mm-hmm. En dan kom ik inderdaad tot de ziekenhuizen. De ziekenhuizen zijn, moet ik wel zeggen, pivotaal in heel die digitalisering, omdat het de meest complexe omgevingen zijn. Iedereen interageert ook wel op een of andere manier met de ziekenhuis, huisarts, apotheker, woonzorgcentrum enzovoort. De budgetten zijn groter. Ze zijn daarvoor niet toereikender, maar ze zijn groter, dus er gebeurt ook veel meer. En vooral de laatste jaren op het vlak van het elektronisch patiëntendossier. Dus dat zijn de gegevens die de patiënten in die ziekenhuizen achterlaten of die ziekenhuizen van die patiënten genereren. En de situatie tot voor kort was dat de meeste ziekenhuizen beschikten over het linkse soort EPD, namelijk het spaghettibord, waar de systemen wel aanwezig waren om die gegevens genereren en te verwerken. En met veel goede wil werden al die systemen in de ziekenhuizen wel aan elkaar geplakt, maar op het einde van de rit bleef je achter met een zeer onoverzichtelijk geheel. Chaos, inderdaad. Ja. Tegenwoordig is er een grote shift naar het geïntegreerde EPD, zoals we dat noemen. En dat geïntegreerd patiëntendossier, dat regelt alle klinische processen vanuit een centraal gegeven, waardoor ook weer het zorgproces efficiënter kan verlopen. En als sector zijn we zelf begonnen met het stellen van voorwaarden aan een dergelijk patiëntendossier. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe financieringsmethode vanwege de overheid. En dat is meaningful use. In de US kennen ze dat ook. Dus dat is gebaseerd op wat uw patiëntendossier eigenlijk kan en moet doen met de gegevens van de patiënt. En die vereisten maken dat die integratie volledig moet zijn. Anders heb je een systeem dat niet meer van deze tijd is. En dus vandaag is er een zeer sterke evolutie bezig in de ziekenhuizen naar het introduceren van nieuwe elektronische patiëntendossiers. Dus je kunt dat vergelijken met een logistiek bedrijf dat zijn ERP-systeem zou aanpassen. Dat is ook een operatie van enkele jaren alvorens dat kan doorgaan. Maar interessant is om te zien wat die evolutie als dynamiek op die markt van die elektronische patiëntendossiers heeft teweeggebracht. Ik heb u hier de situatie medio 2017 geschetst. En vooral interessant is het blauwe gedeelte aan de rechterkant. En dus medio 2017 had een kleine helft van de ziekenhuizen nog niet beslist voor welk ERP-systeem of EPD-systeem men zou gaan. Moesten we vandaag hetzelfde plaatje maken, dan zou dat
blauw spietje, maar een heel klein taartstukje meer zijn van de markt. Dus zeer veel ziekenhuizen zijn momenteel in opstart van een nieuw elektronisch patiëntendossier, wat ook voor de bedrijven ook weer nieuwe mogelijkheden biedt, want de oude systemen worden stelselmatig vervangen door vier spelers die vandaag op de markt actief zijn. Je vroeg daarjuist, ja, hoe zit dat met IT in de ziekenhuizen en de mogelijkheden? En zijn die mogelijkheden dezelfde voor elk ziekenhuis? Wel nee, want ik heb hier op de slide vier IT-managers van vier ziekenhuizen geplot. En die zijn in min of meerdere mate gelukkig. En dat hangt van hun persoonlijke, individuele situatie af van hun individueel ziekenhuis. Want een ziekenhuis is gefinancierd niet alleen door de overheid, maar een ziekenhuis is ook gefinancierd door de artsen. Als je een ziekenhuisfinanciering bekijkt, dan is ongeveer 40% daarvan afkomstig van de overheid. 40% komt van de artsen die in het ziekenhuis actief zijn. En dan de resterende 20% die komen van geneesmiddelen en dergelijke meer. Maar dus afhankelijk van de financiële situatie, dat is wat dat links van de IT-manager staat, is er natuurlijk meer ruimte. Maar het is natuurlijk ook zo dat uw artsen IT-evolutie moeten genegen zijn. Want dat telt ook voor 40%. Mm-hmm. En dus wordt die 40% onvoldoende gevoed voor IT-investeringen, dan gaat je het humeur van de IT-manager overeenkomstig zien stijgen of zien dalen in dit geval. En dus afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het ziekenhuis, individueel en de geneigdheid van de artsen om te investeren in IT, krijg je verschillende situaties. En eigenlijk is dat een situatie die niet al te lang meer mag duren, want als het over IT gaat, wilt je toch dat op systeemniveau de ziekenhuizen min of meer uniform kunnen werken. En zeker als we meer en meer gaan gegevens uitwisselen, meer en meer met elkaar gaan samenwerken, hoopt je toch dat het niveau uniformer wordt. Dat het niveau uniform wordt. Hè. Ik krijg nog een vraag binnen van David. Die vraagt hoe dat de situatie betreffende de EPD-systemen is in Brussel en Wallonië. Ik vermoed dat het dan gaat over de aanpassingen, de keuzes die gemaakt zijn. Ja, je ziet een even grote dynamiek. In Wallonië is de situatie zo mogelijk nog simpeler, want daar is er één bedrijf dat de markt domineert, dat expert is. In Brussel is er één ziekenhuis dat voor een groot Amerikaans bedrijf heeft gekozen. En de rest in Brussel, daar ben ik niet zo van op de hoogte. Mm. Maar Wallonië is vrij uniform op dat vlak. Ah, ja. En die staan verder of die zijn ook gewoon bezig met de integratie? Ja, die zijn bezig met de integratie, maar ze vertrekken van verder. En dus, ze hebben een langere weg af te leggen. De systemen die zij gebruiken zijn ten opzichte van diegenen die in Vlaanderen al actief waren, minder performant. Oké. Dus we staan eigenlijk nog voor. Ja, maar het is de bedoeling van Vlaanderen en Wallonië een klein beetje op hetzelfde niveau te brengen. Ja. Liefst. Wat ik u op individueel vlak voor een IT-manager heb geschetst, dat kunnen wij ook onderzoeken op niveau van de sector op zich. En de benchmark die dat we gedaan hebben rond ICT-kosten, die dateert van 2015. En die geeft toch een goed beeld van hoeveel er in de ziekenhuizen aan IT en technologie wordt gespendeerd. Want dat is vandaag ongeveer een 2,6%. Dus te zeggen dat was in 2015 2,6%. De verwachting is dat dat in 2018 veel meer zal zijn, dat dat eerder richting de 3% is. In vergelijking, Nederland zit aan 4,5% voor dezelfde benchmark. Dus we hebben ook nog een heel lange weg af te leggen. Ter vergelijking, wat wij krijgen van de overheid is 65 miljoen. Zou je om IT in onze ziekenhuizen te implementeren, moest je die 2,6% afzetten tegen de totale omzet van onze ziekenhuizen, komt je aan 650 miljoen. Dus dat wil zeggen dat de overheid maar voor een kleine 10% bijspringt en dus de rest van onze reserves of van onze artsen moet komen, wat natuurlijk die individuele situaties met zich meebrengt. Dan. De patiënt, die loopt daar soms ook nog rond hè, in die voorzieningen. Maar het is toch wel een belangrijke factor. Want
De patiënten van morgen die zijn gewoon volledig digitaal georiënteerd. En de situatie zoals ik daar juist schetste, dat de patiënt zijn gegevens in ziekenhuis A moet gaan halen en naar ziekenhuis B zal moeten brengen, dat zal door die generatie totaal niet meer aanvaard worden. En ook terecht. Ik denk dat we daar met z'n allen over eens zijn. Er wordt ook al veel gedaan. Mooi initiatief in Nederland. Is niet altijd het gidsland, maar voor dit toch wel, mm-hmm. denk ik, is dat er een centraal platform bestaat waar bedrijven hun gegevens van die patiënt kunnen in achterlaten, die dat dan op hun beurt door andere voorzieningen weer consulteerbaar zijn. Gefinancierd door de overheden, maar ook in samenwerking met het bedrijfsleven. Moet je maar eens naar surfen. Dat is heel interessant. Dan zie je ook dat de patiënt zich meer en meer benetwerkt, contact zoekt met andere patiënten die zich in dezelfde situatie bevinden. Ja. En zelfs ook patiëntengegevens over elkaars situatie gaan uitwisselen of gaan uitwisselen met artsen. En Patients Like Me is een site in de US die dat faciliteert, bijvoorbeeld. Maar er zijn evengoed Vlaamse sites te vinden. Wat de patiënt betreft smijt ik uit met een soort van filosofische noot. Dat is dat we in de zorg vaak door budgetten en door wetgeving en dergelijke gebonden zijn voor onze evoluties, waar dat een consument dat niet is. En dus dat maakt dat de evolutie aan de ene kant minder snel gaat dan de evolutie aan de andere kant. En de afstand tussen de twee mag denk ik niet al te groot worden. Daar moeten we zeker voor attent zijn. Met alle wearables en dergelijke die er zijn, wordt redelijk snel geadopteerd door de patiënt. Waarom kan mijn cardioloog de gegevens van mijn Polar niet gebruiken? Omdat een patiënt verstaat ook niet altijd dat het niet volledig gevalideerd is, niet volledig correcte gegevens zijn, terwijl dan natuurlijk een cardioloog alleen maar kan afgaan op correcte, gevalideerde gegevens. Ja, en het wetgevend kader zal dus, de wetgever zal dus aan Polar moeten zeggen, wij gaan uw gegevens kunnen gebruiken als die onder die en die omstandigheden zijn verzameld. Ja. Er zijn wel al een aantal bedrijven die daarmee aan de slag gegaan zijn. Hè? En de FDA bijvoorbeeld heeft al approvals voor dergelijke systemen. Ja. Dat komt er ook allemaal aan, maar in België bijvoorbeeld ontbreekt nog altijd het wetgevend kader daarvoor. Ik heb ook eens opgelijst wat voor ons de gevolgen zijn dat wij denken van informatisering, want het geeft dan ook de evolutie aan die dan wij zien. En dat is juist dat informatisering gaat maken dat de zorg veel meer internationaal verstrekt wordt en dat dat ook veel transparanter zal zijn waar dat welke resultaten worden behaald. En dus zult je op termijn naar Europese excellentiecentra gaan, juist omdat gegevens meer en meer voorhanden gaan zijn zonder dat die belemmerd zijn door grenzen. En bedoel je dan dat bijvoorbeeld patiënten gegevens doorgestuurd worden naar een Zwitsers, naar een Zwitsers ziekenhuis, waar het dan specialist naar dat kan kijkt zijn, en dan advies geeft aan de behandelende arts hier? Of zie je de evolutie dat de patiënt fysiek naar maar ook hier... in Vlaanderen, je zult wel zien waar dat het beste van de zorg wordt verstrekt in uw specifiek geval. En daar gaat je al makkelijker naartoe dan dat 10 jaar geleden zomaar duidelijk zou geweest zijn dat dat patiënt komt. Patiënt is mobieler geworden. Patiënt is mobieler, Voor moeten we wel oppassen. Niet alle patiënten zijn even mobiel. Niet alle patiënten zijn even IT-savvy en dergelijke. Dus we moeten oppassen dat we daar geen x-snelheden geneeskunde van maken. We denken ook dat de zorgberoepen heel sterk gaan wijzigen in de toekomst. Ik denk niet dat dit plaatje de toekomst op de korte termijn zal zijn. Maar onze radiologen zullen toch anders moeten gevormd worden dan dat ze in het verleden werden gevormd. En als onze radiologen anders werken, als onze patiënten anders denken, als onze ziekenhuizen efficiënter kunnen worden gerund, dan kunnen wij misschien ons de vraag stellen, is dat ziekenhuis zoals dat vandaag het ziekenhuis is, hetzelfde als het ziekenhuis zoals dat morgen zou zijn? Ja. Ja, want ziekenhuizen zijn meer en meer gespecialiseerd omdat je evolueert naar excellentiecentra. Moet de diagnose nog in het ziekenhuis
van behandeling gebeuren of omgekeerd? Gaat de behandeling eerder thuis gebeuren? En je ziet vandaag al dat de ziekenhuizen stelselmatig bezig zijn met het afbouwen van bedden. Omdat de lichtduur verkort, wel, IT gaat dat proces nog versnellen en gaat de omgeving dat dat ziekenhuis is eigenlijk zeer ingrijpend wijzigen. Ja, dus ook omdat je beter kan samenwerken met de eerste lijn zorgverstrekkers. Bijvoorbeeld, ja, ook omdat de technologie u mogelijk maakt om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, dialyse aan huis te doen in plaats van in het ziekenhuis. Ja. Dan, ook zeer belangrijk voor iedereen die in de gezondheidszorg of in de zorg in het algemeen actief wilt zijn, rekening houden met wat dan wij zien binnen de zorg als gebruikers, als zaken die voor ons op de plank liggen op vlak van technologie. En ik kan niet genoeg benadrukken dat het volgen van internationale standaarden daarin key is. En dat is een evolutie, een recente evolutie van de laatste jaren. Maar het geeft ons de mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen systemen. Als we met een proprietaire technologie van één leverancier in zee gaan, dan hebben we gewoon geen alternatief dan 5 jaar bij dezelfde leverancier te blijven. Hanteren we een internationale standaard, dan is er keuzevrijheid op de markt en dat is op termijn beter voor de markt en voor de gebruiker. Ja. En tegenwoordig zijn er organisaties die dat daar regelen, ook in België. Ja, IHG Belgium is recentelijk opgericht en dus haak uzelf aan die wagon, zou ik zeggen, als u bezig bent met de technologische ontwikkeling in de zorg die met ICT te maken heeft. Een andere to-do voor ons, dat is het ontsluiten van onze dossiers. En ik ga daar niet te veel in detail op in, op de figuur zelf, maar ik heb hier op de figuur een patiëntendossier van een woonzorgcentrum en een medisch dossier van een huisarts geplot. Je zou kunnen zeggen, je leest dat vaak in de krant, waarom gebruikt niet iedereen hetzelfde dossier? Ja. Dat is toch eenvoudig, hè? Maar een zorgcentrum is één omgeving en een huisarts en praktijk is een andere omgeving. En juist omdat die efficiëntie op die werkvloer zo sterk moet worden geregeld, kun je niet met het EMD van de huisarts toekomen om je woonzorgcentrum te runnen. En vandaar dat onze filosofie is, we gaan elk onze eigen systemen bewaren en uitbouwen, maar we leggen de link tussen die verschillende systemen op een gestructureerde manier. Want een huisarts, als hij gegevens van het zorg, van het woonzorgcentrum ontvangt, dat hij die heel eenvoudig in zijn eigen elektronisch medisch dossier kan onderbrengen. Dus eigenlijk de user interface van de systemen. Dus het achterliggende moet de linken leggen, moet filteren. Ieder mag in de user interface zijn gegevens ingeven, gelijk dat hij dan zelf wilt en het beste is voor de zorgverstrekker. Maar het kan dan handig doorgeschoven worden. Bijvoorbeeld via back-office naar een nieuwe user interface. In het geval van het medicatieschema bijvoorbeeld, is dat tot het uiterste gedreven. Een medicatieschema is iets wat iedereen eenduidig als een medicatieschema beschouwt. En dat staat centraal in die kluis. En zo zouden we stelselmatig alle links willen leggen. Op de slide zit ook de groene, die zijn al gelegd, en de oranje, die zijn in aanbouw. En zo kan ik u van heel veel situaties nog schema's laten zien. Ik moet u deze week het belang van de privacy niet uitleggen, want morgen is het zover. We zijn daar ook al lang mee bezig in de ziekenhuizen. Ja. De boodschap moet ook zijn dat we ons al redelijk lang bewust waren van het belang van privacy in de zorg. Maar ook bedrijven of andere actoren die met ons willen werken, moeten ons dat vergeven dat we daar nogal sterk de nadruk op leggen. Ik denk terecht. Ja, ik denk ook terecht. Samenwerken, nog eens opnieuw. Ik denk dat die systemen die we nu aan het opzetten zijn, veel meer richting cloud gaan, veel meer richting gecentraliseerde systemen, juist omwille van het feit dat we ook niet altijd meer de competentie in huis hebben. Het wordt voor een woonzorgcentrum bijvoorbeeld zo ingewikkeld wat er allemaal moet gebeuren op vlak van IT, dat het effect meer en meer is dat men gaat samenwerken en centraal een IT-systeem gaat beheren. En dit soort van systemen
leent zich daar ook toe. Een ander aspect, minder technisch, maar zeker strategisch belangrijk, is hoe dan we de markt zien van technologische systemen in het algemeen. Want mensen die aan de Belgische of Vlaamse gezondheidszorg willen aanleveren, moeten zich ook bewust zijn van het feit dat die markt zeer klein is. Mm-hmm. Om als een bedrijf op te leven, heb je maar 100 ziekenhuizen in België. En dus dat beperkt aantal ziekenhuizen moet de leverancier in staat stellen om toch nog rendabel te zijn. En dus dat vergt een evenwicht in grootte van leverancier en stabiliteit van het systeem op zich. En dus trachten wij meer en meer aan wat ik op de slide met het groot woord market engineering heb genoemd te doen. Dat is namelijk waar er te veel spelers op de markt zijn, trachten consolidatie in de markt te brengen, zodanig dat de spelers die overblijven toch nog voldoende groot zijn om zeker te zijn van leverbaarheid aan het ziekenhuis, aan het woonzorgcentrum. Als het systeem wegvalt en het ziekenhuis kan niet meer draaien, dan kunnen we de deur dicht doen. Dus dat is onaanvaardbaar. En dus moeten de spelers die aanwezig zijn, groeien en groot genoeg zijn. Wat dan we ook graag zien gebeuren, is dat er van buitenaf, van andere industrieën of van andere landen of wat dan ook, extra aanbod komt, zodanig dat we met het meest kwalitatieve aanbod worden geconfronteerd. Want vaak zien we dat de markt, bijvoorbeeld voor de woonzorgcentra, wat IT betreft, volledig wordt aangeleverd door Vlaamse spelers. Dat die Vlaamse spelers al zeer lang diezelfde markt aanleveren. En dat is ook geen gezonde situatie. Je hebt wat wisselwerking en vernieuwing nodig. En zijn die Vlaamse spelers ook internationaal actief dan? Dat kan meer en meer gebeuren als die internationale standaarden gaan hanteren natuurlijk. Ja. Dus dat, want dat is wel een interessante dan voor ons Vlaamse bedrijven. Ja. Is dat zij misschien eerst kennis maken met de Vlaamse of de Belgische markt, maar wel vanaf het begin inzetten ook op de buitenlandse markt. Dan leer je die ook kennen, leren ze daar weer de spelers kennen. En dan is dat een versterking ook voor het Vlaams bedrijf. Absoluut. En dus als je houdt aan die standaarden, zal dat mogelijk zijn. Ja. En natuurlijk trachten wij de koek en de taart te vergroten, hè, door in eerste instantie onze financiering wat op te drijven voor IT. Ja. Maar daarvoor zijn we vooral afhankelijk van de overheid. Het staat eigenlijk met stip bovenaan naar wat er moet gebeuren. Ik wil ook nog eens benadrukken dat patiëntveiligheid zeer belangrijk is. We zijn daar aan het denken om op dat vlak effectief ook onderzoek te gaan doen. Zijn de systemen echt wel veilig, maar als je een nieuw systeem op de markt brengt, de veiligheid van de patiënt is van cruciaal belang en de topprioriteit. Daar begint alles mee. En ook de opleiding, die zullen we meer en meer gaan moeten, van zorgprofessionals, meer en meer gaan moeten tunen naar de mogelijkheden die IT hun biedt om aan de slag te gaan met ICT de patiënt. ICT is nodig, maar is als ondersteuning primair belang, is de patiënt verder helpen op een efficiënte en kostenefficiënte manier. Ik hoop dat ik dat heb kunnen duidelijk maken. Ja. Voilà, dat was het. Goed, dan heb ik ineens een mooie wrap-up gegeven ook. Hè. Dus patiënt staat centraal en ICT moet ondersteunen om dat op een efficiënte manier te kunnen doen. Hè. Zo is het. Goed. Ik krijg momenteel geen bijkomende vragen meer binnen. Dus ik denk dat we hier de webinar kunnen afsluiten. Er is nog een filmpje dat je mij had laten zien in de voorbereiding. Dat is een heel interessant. Misschien kan je dat even kort toelichten. We gaan die link meesturen na afloop van dit webinar, wanneer het YouTube opgeladen is. Dat is een evolutie die ik nu niet heb vermeld, maar even goed belangrijk. Dat is dat we meer en meer gaan evolueren naar proactieve gezondheidszorg. En de man in het filmpje duidt het als volgt. Dat is dat hij op een gegeven moment de deur gaat open doen en de cardioloog staat voor de deur en die zegt: over een half uur gaat u een hartaanval krijgen. Dat is gebruikmakende van de gegevens die er zijn, ingrijpen voor het te laat is. En
daarom zijn die gegevens zo belangrijk. En dat wordt heel goed in het filmpje geduid. Ik denk vanaf minuut 15, maar heel het filmpje is de moeite waard. Het is van Lucien Engelen van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Dat is een beetje de pionier op vlak van innovatie in de zorg. Voilà, ik denk dat dat nog leuk is om mee te nemen. Dus dat sturen we na. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en ik hoop jullie een volgende keer weer te mogen ontmoeten. Peter, jij ook bedankt voor de interessante uiteenzetting. Ik denk dat de bedrijven daar weer veel van geleerd hebben. Geleerd hebben dat de situatie is bij de verschillende spelers en waar ze op moeten letten. Dus prima. Alsjeblieft.